Ja, goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom op dit webinar van het Belgisch Financieel Forum. Wij organiseren vandaag een conferentie over het strategisch belang van gendermix in de financiële sector. We hebben voor u een heel uitgebreid programma vandaag, waarbij we trachten om dit thema echt vanuit de verschillende invalshoeken te gaan belichten. Zoals u weet is het een thema dat heel wat facetten omvat. De positie van vrouwen, een bedrijfsperspectief, een sectorperspectief, impact van ouderschap, het meten van die onevenwichten enzovoort. En wij hebben getracht om in de samenstelling van het panel vandaag die verschillende facetten zoveel mogelijk aan bod te laten komen. De eerste spreker die ik mag aankondigen is mevrouw Claire Godding. Zij is senior expert diversiteit, inclusie en maatschappelijke noden bij Fedelfin. En in dit eerste luik van het webinar zal zij het hebben over het belang van diversiteit en inclusie en waarom het cruciaal is voor de financiële sector om nu meer dan ooit in diversiteit te gaan investeren. Zij zal ons vanuit haar visie op de sector ook inzichten kunnen geven in hoe ver wij vandaag staan en wat de tools zijn waarover bedrijven kunnen beschikken om zelf aan de slag te gaan. Claire Godding is tevens ook co-voorzitter van Women in Finance, een vereniging die financiële instellingen in België samenbrengt om progressie in gendergelijkheid te bekomen. En zij is tevens voorzitter van de Diversity Managers Association Belgium. En voordien was zij hoofd van Diversity and Inclusion bij BNP Paribas Fortis. Als dusdanig is mevrouw Godding uitermate geschikt om dit onderwerp aan te snijden. Twee korte mededelingen resten mij nog om mee te geven aan het publiek. Vooraleer we aanvangen, dus het webinar en de PowerPoint die worden geregistreerd en zullen beschikbaar zijn op onze website. Ten tweede, en dat is ook niet nieuw, er is een mogelijkheid voor jullie om vragen te stellen via de chatfunctie. Ik stel voor dat wij op het einde van de uiteenzetting een selectie van de vragen zullen maken die we kunnen presenteren aan de sprekers. Uiterlijk om 14 uur sluiten we dit webinar af. Dit gezegd zijnde geef ik zeer graag het woord aan mevrouw Godding. Oké, dank u. Ik ben heel blij om vandaag met jullie enkele elementen te delen. Uiteraard, 3 jaar geleden heeft onze sector een keuze gemaakt om in diversiteit en inclusie te investeren vanuit Fedelfin. We zijn bijna 3 jaar later. Wat zien we? Hoe ver staan we? En wat hebben we intussen gedaan? Voilà, heel graag zal ik het even delen, de steps van dit traject. Maar het is nog niet rond, dus de weg is nog even lang. Eerst en vooral, waarom is het zo belangrijk voor financiën om in diversiteit en inclusie te investeren? Wel, misschien heeft het zin om eerst en vooral te denken, welke zijn vandaag de strategische prioriteiten van onze sector? En als we die vraag stellen, dit is meestal de antwoorden die we krijgen van de financiële instellingen. Prioriteiten voor de sector in 2022 is financiering van de economie, sustainability ESG, digitale en financiële inclusie, risks en natuurlijk cybersecurity. War for talent, blijven talenten aantrekken en houden. En natuurlijk het verbeteren van ons imago. Eens dat je dat ziet, is het dan heel interessant om onmiddellijk te bekijken van welke zijn de impacten van werken met meer gendermix op alle niveaus, maar ook breder, meer diversiteit en meer inclusie. Wel, het spreekt vanzelf dat een diversiteit van vrouwen en mannen van verschillende generaties en afkomsten binnen die correspondeert naar de diversiteit van jouw klanten. En het helpt om ook sneller de behoeften van die klanten die ook aan het evolueren zijn te snappen. Het maximiseren van beslissingen, ik zal daarop subiet terugkomen, de capaciteit om te innoveren, te versterken. En daar weten we hoe ons sector de laatste jaren heeft zich volledig moeten herinventeren. De aanpak van risico's,
Het is inderdaad bekend dat hoe meer divers de teams, hoe groter en de capaciteit om te innoveren, maar ook, ten andere kant, de capaciteit om alle mogelijke risico's te identificeren. Omdat inderdaad iedereen met zijn of haar karakteristieken, kenmerken, op een andere manier naar de hele stuk bekijkt en dus risico's ook anders ziet. Kunnen inderdaad de beste talenten aantrekken en houden, dat doe je als je in staat bent om zowel vrouwen als mannen, whatever de huidskleur of de generatie, om de juiste talenten te kunnen houden en ontwikkelen. En dan ook natuurlijk de impact op de sector imago spreekt vanzelf. Jongeren vandaag die kijken uiteraard of een onderneming inclusief genoeg is voordat zij postuleren. En inderdaad, als je naar ESG hoort, dan denk je meteen over green bonds, over de E van environment, maar de S van social heeft te maken met diversiteit, equality en inclusie. En meer specifiek, als we naar de SDG kijken, dan hebben we die SDG 5, natuurlijk gender equality, en daarnaast de 8 en 10 die ook te maken hebben met niet discrimineren. Nog even twee heel interessante artikels melden die ook over die verschillende aspecten komen. Het zijn heel recente artikels, allebei gepubliceerd in Harvard Business Review in de verleden maanden en die wij ook gepubliceerd hebben op de LinkedIn-pagina van Women in Finance. De eerste die zegt echt dat eens dat je meer vrouwen en niet maar één of twee, maar meerdere vrouwen op exco-niveau hebt, dat het verandert hoe de onderneming denkt. Dus dat is heel sterk. Het gaat over change management, veel meer capaciteit om naar change te gaan en veel meer resistentie naar puur risico. Dus heel interessant om te lezen. De tweede heeft misschien een beetje een provocerende titel. Hè? Banks with more women on their boards commit less fraud. Maar er is ook een link tussen ethiek en gendermix op alle niveaus. Dus dat is ook een heel interessant. En uiteindelijk, je hebt die studie van Eric Larson, die gepubliceerd was in 2017. En die heel goed toont hoe je in feite door diverse teams de collectieve intelligentie maximiseer in jouw bedrijf. Het heeft te maken met kwaliteit van de beslissing. Als je op de grafiek bekijkt, uiteraard een heel homogene panel neemt in feite alleen de beste beslissingen in 58% van de gevallen. En je ziet onmiddellijk dat de impact van gendermix kwaliteit van de beslissingen brengt tot 73%. Het kan nog beter door een mix van en gender en generaties. Het belang vooral nu als we zien wat de objectieven zijn, wat de challenges zijn voor de toekomst, gelinkt aan klimaat bijvoorbeeld ook. Men begrijpt hoe het belangrijk is ook om progressief echt alle generaties rond de tafel te hebben. En ook die laatste dimensie van cultureel diversiteit, uiteraard, eens dat je en gendermix en leeftijd en cultuur samen rond de tafel hebt. Ja, het neemt meer tijd om de beslissing te nemen, maar de kwaliteit is dan hoger. Nu, waarom een sectoraanpak? Ik zou zeggen, eerst en vooral, omdat uiteraard de mix is echt een mix per sector. Als we even stilstaan bij financiële sector, wat zien men? Men ziet dat uiteraard in bijna alle financiële instellingen is er 50% vrouwen. 50% vrouwen die ook in feite geen verschil hebben in termen van leeftijd dan mannen. Dus het is
dezelfde type mix van leeftijd. Maar dus het is niet alleen de gendermix die hetzelfde is, ongeveer 50% op dat niveau, maar dan eens dat men op directieniveau bekijkt, 28%. Maar de mix van leeftijd is ook zeer conform in de sector. Dus in het algemeen 45 jaar oud, 46 jaar oud als gemiddelde leeftijd in onze sector. En qua origine, uiteraard, blijven we nog een zeer witte sector met een beetje meer culturele mix, bijvoorbeeld in kantoren of in callcenters. Maar natuurlijk moet het ook progresseren. Dus we hebben die mix is vrij identiek. Dat betekent ook dat wat zal werken in één bedrijf, zowel ook kunnen werken in andere bedrijven. Dus sharing practices helps. Nu, wat ik heb ook ontdekt, en dat had ik ook niet verwacht, dat het zo sterk zou zijn. De impact van peer pressure is enorm. Eens dat we een 20-tal bedrijven hadden die samen hebben beslist, we willen de Women in Finance Charter tekenen, dan zijn alle andere bedrijven, en vandaag hebben we 46 die hebben die charter getekend, zijn ze gewoon spontaan gekomen, zonder dat wij hen moesten komen halen. En we zien ook dat oplossingen die voorgesteld zijn op sectorniveau, die contribueren tot een versnelling van progressie. Nu, wat we kunnen doen op sectorniveau, dat banken alleen moeilijker kunnen, dat is bijvoorbeeld een echte insight geven op de sectorwerkelijkheid. Dat is bijvoorbeeld wat we doen met een aantal enquêtes. Ik zal jullie straks twee voorbeelden van surveys tonen. Het is ook het bouwen van een common vision van waarom wij dit doen, maar ook van welke goals hebben. We zien ook dat kleinere leden die hebben echt zo een nood aan een sectoraanpak. Die kunnen echt daardoor sneller evolueren. Dus, en dan, we zien ook dat het bouwen van sector-wide networks, dat is iets natuurlijk dat ook echt verrijkend is. Nu, wat hebben we allemaal gedaan tot nu toe? Wel, in 3 jaar tijd hebben we vooral in 5 domeinen gewerkt. En hebben we tot 90% uiteraard van onze sector impact gehad. Eerst een zoom over gender in financiën. Hier zien jullie, inderdaad, we hebben vandaag 46 leden. Dus ondernemingen zowel in banken als in verzekering. Want dit initiatief is door en Febelfin en Assuralia gesponsord. En het vertegenwoordigt uiteraard 90% van de sector. Die hebben in feite 3 commitments genomen. Dus al die ondernemingen hebben nummer 1 de commitment genomen om hun eigen glazen plafonnen te meten. Wat betekent dit? Ik zal het meteen tonen. Maar 2, gebaseerd op de resultaat van hun meting, dus waar verliezen ze de vrouwen, dat ze dan een actieplan starten. En 3 is dat zij de commitment nemen om met Women in Finance en hun cijfers en hun acties te delen. Als we kijken naar de Very Long Journey Towards Equality, jullie zien hier de cijfers sedert 1994. Dus dat is echt inderdaad een lang weg. Ja. Als je even stilstaat naar 1994, hadden we op dat moment al 42% vrouwen in de sector, wat vrij veel was, maar amper 23% zelfs op niveau middelmanagement. En 9% wat betreft senior management. Vandaag de dag hebben we meer dan 50% vrouwen, dus 52,4%, met quasi gelijkheid op vlak van middelmanagement, dus 45%. Maar we zijn nog net onder de 30% wat betreft senior management. We hebben inderdaad allerlei
organisaties die Women in Finance lid zijn geworden, zelfs FOD Financiën, zoals jullie zien. En dit is hoe wij dus de glazen plafonden meten. We vragen aan elk bedrijf om niveau per niveau en subniveau per subniveau die analyse maken. Dus niet alleen, oké, we kijken naar bediende, middenkaders, hoge kaders. Nee, dat is niet fijn genoeg. We moeten echt subtiel, subniveau per subniveau en ook activiteit per activiteit of regio per regio. Want dat helpt om te begrijpen, tja, in feite wat we zien is die type functie blijkbaar blokkeert vrouwen. Dus wat kunnen we dan heel concreet doen eens dat wij dat zichtbaar hebben gemaakt? Maar dus we hebben een heel ruime actieplan en dit is gewoon de grafiek die toont waarmee onze leden bezig zijn. Dus de donkergroen is wat zij doen sedert minstens 2 jaar, lichtgroen alleen maar tussen 1 en 2 jaar, oranje net gestart en rood nog niet gestart. Dus je ziet dat bijvoorbeeld sommige aspecten, zoals het meten van genderprogressie op elk niveau en in recrutering, in talent enzovoort, dat kan nog zeker progresseren. Terwijl bijvoorbeeld, en zeker met nu de confinement en de pandemie, het werken op work-life balance for all, dat is iets dat nu toch vrij algemeen is. Women in Finance probeert dit te verruimen door bijvoorbeeld workshops te organiseren rond hoe schrijf je gender-balanced job descriptions, om ook meer balanced te recruteren, maar ook bijvoorbeeld hoe meet je de gender pay gap? Of hoe doe je om te proberen seksisme in je werkcultuur te vermijden? Dus die zijn voorbeelden. En we hebben natuurlijk een reeks stakeholders. Ik zou zeggen, dit jaar bijvoorbeeld werken we en met meer focus en in contact met een aantal CEO's. Omdat we overtuigd zijn dat CEO's met andere CEO's spreken. Dus die zijn heel powerful allies. We willen ook male allies betrekken op alle niveaus. Want we spreken van women in finance. Maar in feite wat we willen is mix in finance. Dat is het voornaamst. En dan ook female students. Female students, vrouwelijke studenten. Een van de studies die we hebben gedaan is een survey over hoe zien vrouwelijke studenten onze sector. En spoiler alert, de resultaten zijn niet zo mooi. Dus jonge vrouwelijke studenten die denken dat er relatief weinig mogelijkheden zijn om een boeiende job te hebben, om ontwikkeling te krijgen, om diversiteit in je carrière te krijgen. En dus we hebben beslist om Portraits of Inspiring Women te publiceren op een wekelijkse basis sedert verleden zomer op Instagram. En daar zien jullie bijvoorbeeld voorbeelden zowel van de financiële sector aan de bankenkant, Laura vanuit KBC, Sophie vanuit de verzekeringssector en Alima trouwens van de Nationale Bank. Dit was vooral om een zoom te doen rond wat we doen over women in finance. Maar we denken ook absoluut dat alles dat we doen is intersectioneel. Dus je kan niet attentie tot gender hebben zonder te werken over cultuur, zonder te werken over generaties. En dus Multicultural in Finance, dat is een survey die we hebben gelanceerd in juni 2020, dus tijdens de pandemie ook. En het heeft heel interessante resultaten geleverd. De hele studie is gepubliceerd op de Fablefin site, maar hier bijvoorbeeld ziet u één toch indrukwekkende grafiek. We hebben meer dan 1000 antwoorden gekregen van collega's van alle mogelijke afkomsten. Het was totaal anoniem, dus ze konden ook zelf identificeren op vlak van afkomst. En op de vraag van "Are you hearing racist microaggressions? Sometimes, often of very often?" We zien dat collega's die zich identificeren als black of vanuit Noord-Afrika, zijn voor 2/3 van hen zeggen
ik hoor deze racistische microagressies vaak of soms. Versus 1 op 5 voor collega's die auto-identificeren als Belg of vanuit Westerse Europa. En het heeft impact op zelfvertrouwen en carrière. Dus eens dat je zoiets ziet, dan kan je pas beslissen, oké, als dat het geval is, dan moeten we wel vanuit sector werken op vlak van inclusie, maar we kunnen ook helpen om collega's van de sector, van alle mogelijke bedrijven van onze sector, ook meer zichtbaar te maken en een kans geven voor mentoring. En dat is wat we hebben gedaan met de Multicultural Bankers Netwerk die we hebben gelanceerd. Dan, verleden jaar hebben we ook beslist om een enquête te doen rond LGBT-inclusie in de financiële sector. Het zijn bijvoorbeeld op die thematiek, ja, grote banken zijn al natuurlijk zeer actief, maar een aantal kleinere instellingen hadden tot dan echt niet de mogelijkheid gehad of de kennis om te starten werken rond die problematiek. De enquête heeft toch in het algemeen betere resultaten getoond dan de multiculturele inclusiesurvey. Hier zien jullie bijvoorbeeld dat meer dan de helft van alle personen die hebben beantwoord en die zelf identificeren als LGBTQI, zeggen: mijn bedrijf is wel inclusief. Een grote deel zei ook: mijn bedrijf is tolerant. Dat is al een stukje minder goed. En er is wel een relatief kleine portie die overblijft waar er echt werk is aan de winkel. Evolutie is in de hele grote mate, zoals jullie zien, een hele grote meerderheid van collega's zeggen: evolutie is positief. We hebben ook deze survey gebruikt om daarop gebaseerd een training te organiseren voor de HR van de sector. En dan zijn we gekomen naar een gevoel van dat het nuttig zou zijn om een toolbox voor onze sector te bouwen. En dat is de inclusiecampagne die we hebben sedert september gelanceerd. Die focust op 4 aspecten. 1 is onbewuste vooroordeel. Hoe kan je ze hun impact voorkomen? 2 is preventie van microagressies. 3 is hoe ontwikkel je een meer inclusief cultuur via de communicatie, via events, via kleine zaakjes soms en het promoten van inclusief leiderschap. Onze toolbox die ook via affiches, een beetje sterke affiches, die altijd een boodschap hadden tussen 2 facetten. Heeft hij de job gekregen om quota te halen, maar ook vanuit de perspectief van de persoon zelf. Ben ik aangenomen, zodat ze hun quota kunnen halen? Hebben we dan een heel pakket van 25 tools gebouwd en beschikbaar gemaakt voor de sector? Jullie kunnen ze trouwens nog absoluut gratis bekijken, downloaden. Ze zijn beschikbaar in het Frans, in het Nederlands, in het Engels. Het gaat over training sessions die wij organiseren voor de sector, maar ook vragen om in jullie bedrijf survey te gebruiken om een beetje inclusie te kunnen meten, oefeningen voor teams, checklists voor CEO's of voor HR's en onze inclusive panels, website en charter. Nu, we zouden kunnen zeggen, dit is allemaal goed, maar wat kan ik zelf doen? Ik wil hier al bijna rondkomen met een zoom op 2 zaken. 1 is, hoe zou een actieplan kunnen zijn? En jullie zullen een prima voorbeeld hebben, want ik denk dat Daniel jullie toch ook een heel inspirerende actieplan straks zal tonen. Maar een actieplan zou sowieso en proberen de discriminatierisico's en het impact van bias op HR-processes, dus op recrutering, maar ook op ontwikkeling, op reward, op exit zelf, proberen te meten, te reduceren, aanpassingen kunnen soms nodig zijn en een vorm van internal control.
Je kan ook zeker zijn dat je blijft een heel divers pool of talents aantrekken en houden. Werken op die aspect van een inclusief cultuur en een inclusief leiderschap. Maar ook maak zeker, want dat is een van de sterkste elementen om verandering te versnellen. Vrouwen en collega's met een zichtbaar andere afkomst meer zichtbaar in jouw bedrijf te hebben. Dus zichtbare rolmodellen die kunnen helpen om andere collega's te laten voelen, oké, als zij het kan, dan kan ik het ook misschien. Ook waarvoerpanels, by the way. En voordat je een plan start, zou je het dan ook in jouw eigen strategie embedden. En maak zeker dat diversiteit en inclusie worden gemeten, zodat jullie een vorm van nulmeting hebben. En last but not least, de vraag van wat kan ik doen als gewoon, ik ben gewoon een bediende, ik ben gewoon een kader binnen één bedrijf, wat kan ik doen? Wel, eerst en vooral, proberen je eigen peergroep, je eigen omgeving meer divers te maken. Buiten je comfortzone gaan, vaak, maakt dat progressief jouw comfortzone breder wordt. Vandaag, zeer vertrouwelijk, ben ik zelf een beetje buiten mijn comfortzone. Zoals jullie horen ben ik Franstalig. Het is nooit echt comfortabel in de andere talen te spreken. Je doet je best, maar je bent altijd een beetje bang dat het niet goed genoeg is. Dus door het meerdere keren te doen, door je groep meer divers te maken, zal je meer en meer comfortabel met een ruimer groep voelen. Identificeer je eigen bias. Dat kan je doen onder andere via de toolbox, om via de tool van Harvard. Er bestaat een tool waar je je eigen bias kan meten. Wees attentief, vooral voor collega's die in een minderheidssituatie zich bevinden. Bijvoorbeeld de enige vrouw in een grote meeting of de enige die onder 30 of boven 55 is of de enige van een andere taalgroep of zo. En dan see something, say something. Dat is iets wat betreft onaangepaste reacties, seksistische grapjes, mopjes, racistische jokes, humor, dat is echt een gevoelige. Dus toon dat je er bent voor de slachtoffer. En find resources om daarmee te beëindigen. Kan ik jullie inderdaad de sites tonen van inclusioninfinance.be, waar je de toolbox kan downloaden met de 25 tools. Womeninfinancebelgium.be om meer te leren over onze initiatieven wat betreft gender. En inclusivepanels.be, waar we samen met Women in Finance hebben iets gebouwd om ondernemingen te aanmoedigen om systematisch vrouwen ook meer zichtbaar te maken in conferenties en op panels. Dat was het voor mij. Bedankt Claire voor deze boeiende presentatie. U hebt verschillende facetten belicht vanuit uw kijk op de sector. Ik kan vooral ook de impact en belang van diversiteit en van divers samengestelde teams op de kwaliteit van beslissingen in bedrijfscontext. En zoals Claire ook aantoonde, is de totale verdeling man-vrouw in de financiële sector eigenlijk vrij evenwichtig. Echter, in de loop van de carrière zien we dat meer vrouwen dan mannen afhaken of tegen een glazen plafond botsen en dus minder vertegenwoordigd zijn op hogere managementniveaus. Ouderschap zou hier logisch gezien een verklarende factor kunnen zijn en dat brengt me naadloos bij onze volgende sprekers. Het tweede luik van de presentatie wordt geleverd door twee van mijn collega's van de Nationale Bank van België, collega's Céline Piton en Maud Notet. Onlangs publiceren Céline en Maud een MBB-studie over het effect van ouderschap op de loopbanen van vrouwen en mannen. In de tweede luik van de conferentie vandaag zullen zij de resultaten van hun analyses presenteren. Céline Piton is econoom bij het departement studien van de MBB en is gespecialiseerd in arbeidsmarktvraagstukken. In haar onderzoek is zij vooral geïnteresseerd in het begrijpen en verbeteren van de positie van groepen
die minder vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt, zoals vrouwen of mensen met een buitenlandse afkomst. Maud Notijs, eveneens econoom in hetzelfde departement. Haar interesse- en analysegebieden hebben betrekking op arbeidsmarktontwikkelingen en de structurele uitdaging ervan, waaronder de positionering van risicogroepen. Céline Moot, ik geef jullie hierbij graag het woord. Bedankt Carmen en goeiedag iedereen. Dus inderdaad, de bedoeling van vandaag is om jullie de resultaten van onze analyse te presenteren. En de vragen die we zullen proberen te beantwoorden is: welke invloed heeft het ouderschap op de loopbaan van vrouwen, maar ook op de loopbaan van mannen? We stellen vast dat er al vele jaren een vervrouwelijking van de arbeidsmarkt aan de gang is. Jullie kunnen het zien in deze gele lijn hier. Dus steeds meer vrouwen zijn aan het werk. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen steeg van 45% in de jaren 90 tot 62% vandaag. Deze groei van de werkgelegenheid vond plaats terwijl de participatie van mannen aan de arbeidsmarkt, het is de groene lijn hier, relatief constant bleef. Vandaag stellen we echter vast dat er nog altijd een verschil in werkgelegenheidsgraad van 7 procentpunt is. Daarnaast stellen we ook vast dat er een groot verschil is tussen het soort werken van de man en de vrouw. Vrouwen kiezen met name veel vaker voor deeltijdswerk dan mannen. Als we het verschil in werkgelegenheidsgraad bekijken in voltijdsequivalent, dat zijn de stippele lijnen, dan zien we vandaag nog een verschil tussen mannen en vrouwen van 18 procentpunt. En een van de factoren die dit blijvende verschil in werkgelegenheidsgraad kan verklaren, is het ouderschap. Voor een vrouw heeft het ouderschap niet dezelfde invloed op de arbeidssituatie als voor een man. Het is daarom dat wij vandaag van naderbij zullen bekijken hoe het ouderschap de positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt kan beïnvloeden. Niet alleen in termen van werkgelegenheid, maar ook op het vlak van arbeidstijd en het type functie dat wordt uitgeoefend. Hiervoor baseren we ons op de gegevens uit de enquêtes naar de arbeidskrachten tijdens de periode van 1998 tot en met 2019. Voor elk jaar beschikken we over een representatieve steekproef van de bevolking, van wie we informatie hebben over de persoonlijke kenmerken, over de kenmerken van het huishouden, en over de situatie op de arbeidsmarkt. De analyse die we zullen uitvoeren zal ons toelaten om zeer gedetailleerd in te gaan op talen van aspecten. Het nadeel is echter dat we de individuen niet kunnen volgen, omdat elk jaar een nieuwe steekproef wordt gedaan met andere individuen. Op basis van onze ramingen zien we dat bij gelijke kenmerken een moeder ongeveer 3 procentpunt minder kans heeft om aan het werk te zijn dan een vrouw die geen kind heeft. Omgekeerd heeft een vader 5 procentpunt meer kans om aan het werk te zijn dan een vergelijkbaar man zonder kind. Dit geaggregeerd effect varieert naargelang het scholingniveau van de personen. Terwijl het effect voor mannen positief blijft in alle scholingsniveau, lopen de ramingen voor vrouwen uiteen. De negatieve impact van de moederschap op de werkgelegenheid van vrouwen zal groter zijn wanneer die vrouwen ochtends beschikken over een diploma lager secundair onderwijs. Het beeld is vergelijkbaar voor middengeschoolde vrouwen, maar het is minder drastisch. Hooggeschoolde vrouwen worden daarentegen niet benadeeld qua werkgelegenheid wanneer ze moeder worden.
Deze ooggeschoolde vrouwen gaan echter in ruime mate opteren voor een deeltijdswerk. We spreken hier van een verhoging van 14 procentpunt. En dit kan ook worden vastgesteld wanneer we binnen eenzelfde bedrijfstak kijken of bij eenzelfde beroep. Voor de laag- en middengeschoolde vrouwen is het effect er ook, maar minder uitgesproken. En het neemt significant af wanneer we de vergelijking maken binnen eenzelfde bedrijfstak of voor eenzelfde beroep. Dit wijst erop dat deze vrouwen doorgaans meteen kiezen voor een sector of een beroep dat meer flexibiliteit zal bieden. En voor mannen vermindert het vaderschap de kans op deeltijdswerk en dit is des te meer het geval voor vader met een lager scholingniveau. In ons artikel wilden we niet alleen kijken naar het effect van ouderschap op de werkgelegenheid en arbeidstijd, maar ook naar de impact op de carrièreperspectieven van mannen en vrouwen. Hiervoor hebben we ook geanalyseerd hoe groot de kans is om hogere of verantwoordelijke functie te bekleden, naar gelang iemand kinderen heeft of niet. Intussen is het algemeen aanvaard dat de diversiteit binnen een onderneming en de bestuurorganen een toegevoegde waarde heeft voor de ontwikkeling van de activiteit van de onderneming. Ondernemingen die werk maken van diversiteitsmanagement trekken door een reputatie-effect de meest productieve kandidaten aan. Zij behalen betere resultaten in termen van winst, creativiteit, innovatie en klantgerichtheid. Nochtans zullen we zo duidelijk zien dat op het vlak van gender het voor vrouwen moeilijker blijft om toegang te hebben tot verantwoordelijke functie. En dat heeft onrechtstreeks en gedeeltelijk te maken met het moederschap. De gegevens van de enquêtes naar de arbeidskrachten bevatten een variabele die aangeeft of een werkende persoon toezichthoudende verantwoordelijkheden heeft. Uit de analyse van de eenvoudige beschrijvende statistiek, zoals getoond in deze grafiek, blijkt dat de kloof tussen mannen en vrouwen op het vlak van verantwoordelijke functie niet noodzakelijkerwijs ontstaat op het moment dat ze een kind krijgen, maar veeleer gelijkmatig is en in de loop der jaren steeds groter wordt. Niet het ouderschap op zich lijkt dus een invloed uit te oefenen, maar eerder de keuzes die eruit kunnen voortvloeien. Deze keuzes hebben een impact op de kans om een verantwoordelijke functie te bemachtigen. Dit blijkt uit onze gedetailleerde analyse. Een vrouw die moeder wordt, zal ongeveer 1 procentpunt minder kans hebben op een verantwoordelijke functie, maar dat nadeel verdwijnt wanneer we het binnen dezelfde sectoren of binnen hetzelfde soort beroep bekijken. Het vaderschap daarentegen lijkt een positief effect te hebben om hogere functies te bemachtigen. Een vader heeft ongeveer 3 procentpunt meer kans op een verantwoordelijke functie binnen eenzelfde sector en eenzelfde functie. Aangezien niet zozeer het moederschap de toegang tot verantwoordelijke functie beïnvloedt, hebben we de genderkloof berekend in algemene zin. En met vergelijkbaar kenmerken zal een vrouw 14 procentpunt minder kans hebben op een verantwoordelijke functie dan een man. En binnen eenzelfde bedrijfstak of eenzelfde beroep bedraagt dat verschil nog altijd 10 procentpunt. Volgens de ISCO-classificatie kunnen we ook de kans op een baan als manager bekijken. Die banen zijn maar
toegankelijk voor 8% van de werkende bevolking, maar terwijl de gelijkheid bijna wordt bereikt in andere functies, is slechts 33% van de manager van het land een vrouw. Net als voor de verantwoordelijke functie in het algemeen, lijkt het behalen van een managementfunctie niet in verband te staan met het moederschap op zich, maar eerder met de keuzes en de beslissingen die daaruit voortvloeien. Wanneer we dezelfde persoonlijke kenmerken, maar ook dezelfde bedrijfstact in aanmerking nemen, dan zien we dat de kloof verkleint tot ongeveer 4 procentpunt. Als we deeltijdswerk controleren op het criterium, dan verkleint de kloof nog verder tot 2 procentpunt. Hoewel dit nog altijd een significant verschil is, wijst dit erop dat het grootste deel van de genderkloof op het vlak van de toegang tot managementfunctie afhangt van twee factoren. Enerzijds speelt de bedrijfstak waarvoor wordt gekozen een belangrijke rol en anderzijds het feit of er deeltijds wordt gewerkt of niet. Het is ook interessant vast te stellen dat er binnen de managementfunctie nog verschillen zijn naargelang het geslacht. Dus als vrouwen erin slagen een managementfunctie te bekleden, dan is dat vaker het geval in de horeca, in de professionele diensten en in de handel, terwijl mannen vaker manager zijn in de industrie of de ICT-diensten en mannen zijn ook vaker bedrijfsleiders of wetgevers. Zoals Céline heeft getoond, maken man en vrouw verschillende keuzes wanneer ze kinderen krijgen. We gaan nu proberen te begrijpen waarom. Economen hebben lang gedacht dat deze keuzes binnen het gezin het gevolg zijn van verschillende voorkeur of comparatieve voordelen. Ik geef een voorbeeld. Vrouwen zouden zich specialiseren in de opvoeding van de kinderen, omdat ze deze activiteit zouden verkiezen boven betaalde werk. De sociologie heeft hierop een nieuwe visie, namelijk dat de voorkeur voortvloeit uit de sociale norm. Die norm dicteert wat het gepaste gedrag is voor elk geslacht. Een goed vader is de kostwinner en een goed moeder zorgt voor de kinderen. Wie ingaat tegen deze verwachte rolpatroon, ondervindt in sociaal druk. Om dat te vermijden, gaan de meeste individuen zich gedragen in overeenkomst met die norm. Deze sociale norm en de familiale omgeving verklaren waarom de vrouw het gezin verkiezen boven de carrière. Om een goed moeder te zijn, gaan vrouwen keuzes maken die hen zullen benadelen in hun loopbaan. En die keuze hebben ze al gemaakt zelfs voor ze moeder worden. Vrouwen anticiperen op hun rol als moeder en kiezen voor beroepen die compatibel zijn met de gezinsverantwoordelijkheden, bijvoorbeeld het onderwijs. Wanneer ze moeder worden, verminderen ze hun participatie aan de arbeidsmarkt of zij verminderen het aantal gewerkte uren of ze onderbreken hun loopbaan. Sommigen beweren dat deze verschillen te maken hebben met een verschil in psychologische kenmerk tussen de man en de vrouw. Bijvoorbeeld, vrouwen zouden gevoeliger of meer moederlijk zijn, terwijl mannen rationeler en meer competitief zouden zijn. Deze genderstereotypen zijn onbewust en verspreiden zich in de maatschappij, zowel bij mannen als bij vrouwen. Deze genderstereotypen hebben een impact op de rolpatronen en beïnvloeden het gedrag. Een belangrijke vraag die hier moet gesteld worden, is de volgende. In welke mate zijn deze verschillen aangeboren en in welke mate zijn ze verworven? De literatuur
toont dat er weinig verschillen zijn tussen de psychologische kenmerken van mannen en vrouwen. Die verschillen worden gecreëerd door de maatschappij. In deze grafiek bekijken we welke studiekeuzes de jongeren maken in het hoger onderwijs. De grafiek toont de over- en ondervertegenwoordiging van vrouwen voor elk studiedomein. Vrouwen studeren relatief meer in de gezondheidszorg of het onderwijs, maar minder in de ICT-studierichtingen en ingenieurswetenschappen. Die keuzes gaan zich later weerspiegelen in de werkgelegenheid per bedrijfstak, met gevolgen voor het inkomen en de carrièrekansen. Als we de tijd bekijken die wordt besteed aan betaald en onbetaalde werk, dan stellen we vast dat de rolverdeling verschillend is naar gelang het geslacht. Deze grafiek toont aan welke activiteiten vrouwen meer of minder tijd besteden dan mannen. Vrouwen zijn minder actief op de arbeidsmarkt dan mannen. Ze besteden ook minder tijd aan hobby's. Ze besteden daarentegen meer tijd aan huishoudelijke taken en aan de zorg voor de kinderen. De COVID-crisis heeft de aandacht gevestigd op het feit dat deze genderverschillen op het vlak van de taakverdeling blijven bestaan. Hoewel mannen iets meer huishoudelijke taak op zich nemen, zijn het toch vooral vrouwen die het meeste werk doen. Toen de scholen gesloten waren, hebben sommige vrouwen een dubbele werkdag moeten draaien. Tegelijkertijd moesten zij werken en voor de kinderen zorgen. De overheden hebben verschillende beleidsmaatregelen genomen om discriminatie en de genderkloof te bestrijden. Of meer in het algemeen om de combinatie van werk en gezin te faciliteren. Quota's helpen de ongelijkheden te verminderen, maar ze leiden vaak tot discussies. De impact van een quota blijkt immers beperkt te zijn, zonder verspreiding naar andere niveaus van de onderneming. Er wordt ook aangetoond dat personen die aangeworven worden, mogelijk als minder competent worden gezien en dat hun aanwerving als onrechtvaardig wordt beschouwd. Bepaalde beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de combinatie van werk en gezin te faciliteren, kunnen negatieve effect hebben op de loopbaan. Dit is bijvoorbeeld het geval van loopbaanonderbrekingen of thematische verloven die de beroepservaring en dus het loon concreet verminderen. Naast de impact op de opgedane ervaring kan zo'n keus ook worden beschouwd als een signaal van minder gehechtheid aan de arbeidsmarkt. Het zijn vooral de vrouwen die gebruik maken van zulke regeling op het moment dat ze een kind krijgen. Dit soort beleid heeft dus de neiging de stereotype te versterken. Andere beleidsmaatregelen zoals de flexibele werktijdregeling of het telewerk maken het mogelijk om werk en gezin gemakkelijker met elkaar te combineren. Maar ook deze beleidsmaatregelen kunnen leiden tot negatieve vooroordeel vanwege de werkgever. Daarbij komt dat de vrouwen die telewerken door hun partner ook beschouwd worden als meer beschikbaar voor huishoudelijke taken, wat de onevenwichtige verdeling van de taak binnen het gezin nog kan versterken. Het aanbod aan kinderopvang kan een vrouw helpen om actief te blijven zonder de eventuele negatieve effecten van het ouderschapsverlof. Om ervoor te zorgen dat de kinderopvang efficiënt is, moeten deze diensten aan meerdere voorwaarden voldoen. Ten eerste, ze moeten in voldoende aantal beschikbaar zijn. Ten tweede, ze moeten voor iedereen financieel toegankelijk zijn. En ten derde, de openingsuur moet een voltijdsbaan voor de ouders mogelijk maken. Dit betreft niet alleen peuters die nog niet naar school gaan, maar ook kinderen
die schoolplichtig zijn. In België maken de schooltijd en de schoolvakantie het moeilijk om werk en gezin met elkaar te combineren. Tot besluit kunnen we zeggen dat het moederschap vandaag nog altijd een aanzienlijk negatief impact heeft op de loopbaan. De verduidelijking, terwijl laaggeschoolde moeders de arbeidsmarkt verlaten, passen hooggeschoolde moeders hun werktijd aan. Als wij de sociale norm hieraan toevoegen, dan belanden wij in een situatie waar moeders minder kans hebben om toezichthoudende verantwoordelijkheden of een hogere kaderfunctie te krijgen. Voor mannen, daarentegen, is het vaderschap ofwel neutraal ofwel een troef voor hun loopbaan. De beleidsmaatregelen die de combinatie van werk en gezin willen faciliteren, maken het moeders mogelijk om actief te blijven, maar dragen bij tot de genderkloof. Om de genderkloof te verkleinen, moeten de sociale norm over de rolverdeling in het gezin en op de arbeidsmarkt evolueren. Maar dat is een proces die veel tijd vraagt. Een gedeeld gebruik van het ouderschapsverlof, zoals in Zweden, zou daartoe kunnen bijdragen. Een campagne om de vrouw bewust te maken van de gevolgen van hun opleidings- en beroepskeuzes zou de emancipatie van de vrouw ook kunnen bevorderen. Bedankt. Dank u wel, Céline. Dank u wel, Maud, voor deze interessante bijdrage. Dus we zagen dat de beleidsmaatregelen die de combinatie van werk en gezin eigenlijk willen vergemakkelijken, dat die het moeders mogelijk maken om actief te blijven, maar toch ook wel tegelijkertijd bijdragen tot de genderkloof. En meer bedrijven die nemen nu zelf maatregelen om die genderkloof te gaan verminderen. Heel actueel nog. Het voorbeeld van Volvo Cars, Volvo een bedrijf met voornamelijk mannelijk publiek als werknemers. Daar krijgen alle werknemers nu voortaan 24 weken ouderschapsverlof. Het bedrijf vult op deze manier een beetje aan op wat de overheid aanbiedt. Ik ben heel benieuwd hoe onze volgende spreker hier tegenover staat. In het derde en laatste luik van dit webinar laten we immers meneer Daniel de Klerk aan het woord. Daniel de Klerk is COO en lid van het directiecomité van BNP Paribas Fortis. Hij is onder andere verantwoordelijk voor HR, IT, operations en data. Als leidinggevende heeft hij zich altijd ingezet voor diversiteit in de brede zin van het woord, omdat hij overtuigd is van de noodzaak van diversiteit in alle geledingen van een onderneming. Daniel was in 2018 genomineerd voor Women at Work Award, nadat hij erin was geslaagd om een perfecte gendermix te realiseren in het departement Operations. Vanuit zijn lange ervaring bij BNP Paribas Fortis kan hij ons inzichten geven in waarom hij het belangrijk vindt binnen zijn domeinen dan om te werken aan diversiteit en een gendermix. En welke concrete voordelen hij ook heeft mogen ervaren van een diversere groep aan werknemers binnen zijn diensten. Meneer de Klerk, ik geef u bij deze graag het woord om met ons uw ervaringen te delen. Dank je. Bedankt voor de inleiding. Ik wil jullie graag, en ben heel blij met de uitnodiging die ik gekregen heb. Ik wil jullie inderdaad ook heel graag een aantal inzichten delen van BNP Paribas Fortis. Zeker zijn we niet perfect, absoluut niet. En we hebben nog een hele weg te gaan de volgende jaren. Maar ik wil wel een aantal acties delen met jullie die we de laatste jaren hebben ondernomen. Nu, ik wil starten van, en ik ga een beetje verder gaan op hetgeen mijn voorgangers hier hebben gepresenteerd. Waarom is inclusie en diversiteit zo belangrijk? En eigenlijk is het jammer dat ik met zoiets moest starten. Want de vraag stellen waarom het zo belangrijk is, wil eigenlijk zeggen dat we er nog altijd niet zijn. Ik wil eigenlijk zeggen dat diversiteit nog altijd onvoldoende gewaarborgd is, dat we nog onvoldoende diverse teams hebben en dat we ook nog altijd onvoldoende divers management hebben. Maar ik vind het heel belangrijk om toch over een aantal argumenten te kunnen gaan
die ons allemaal verder moeten overtuigen waarom het zo belangrijk is. Want onze maatschappij is aan het veranderen, wordt meer en meer divers. Onze medewerkers worden meer en meer divers. En dus ook onze klanten worden meer en meer divers. Het eerste argument dat ik wil gebruiken is eigenlijk het optimiseren van ons talent. Als we de beste mensen willen hebben met de beste capaciteiten, dan zou het toch wel heel jammer zijn, moesten we niet kunnen putten uit vrouwen die toch, zoals al verschillende keren is aangehaald, ongeveer de helft van onze werknemers zijn. Met heel veel capaciteiten, met andere inzichten, die we heel graag willen gebruiken. Ten tweede, collectieve intelligentie. Ik denk als je verschillende mensen samenzet, vanuit een verschillende afkomst, verschillende gender, verschillende leeftijd, dan krijg je, zoals Claire al heeft aangehaald, veel betere beslissingen. Zet een managementteam met 10 blanke mannen van boven de 50 bij elkaar, en ik denk niet dat je heel veel verschillende inzichten gaat krijgen. En ik denk dat we dan voorbij gaan aan de gevoelens, de meningen, de opinies van een heel groot gedeelte van onze bevolking, van onze medewerkers, van onze klanten. De dienst aan onze klanten is ook enorm belangrijk als je die kunt laten doen door een grote diversiteit van medewerkers. Heel concreet, als je in een kantoor, bijvoorbeeld in het Brusselse, met heel veel allochtone klanten, als je daar geen allochtone medewerkers hebt, dan is de kans groot dat je de verkeerde service geeft en een verkeerd begrip hebt van een heel groot gedeelte van je klant. Last but not least, als je spreekt over inclusion, over diversity, als onderdeel, en Claire heeft het al verschillende keren gezegd, als onderdeel van ESG, dan denk ik dat we daar niet gemakkelijk heel veel voorbeelden kunnen vinden. We rapporteren over milieu, de E van ESG. We rapporteren over governance. Maar we gaan ook heel veel belang moeten hechten aan de S van ESG, namelijk het social gedeelte. En om dit te tonen, wil ik gewoon twee voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld is Thomson Reuters, die toch kunnen aantonen dat het aantal bedrijven dat rapporteert over diversiteit en inclusie jaar per jaar stijgt. Ten tweede zie je dat Bloomberg de Gender Equality Index invoert, dat ook aanduidt dat meer en meer bedrijven gecommit zijn om te rapporteren over alle elementen van ESG. Wat ook wil zeggen dat de samenleving niet meer gaat aanvaarden dat bedrijven langs de ene kant onvoldoende doen om het milieu te ondersteunen, maar aan de andere kant ook onvoldoende doen om sociale verantwoordelijkheid te nemen. En een gedeelte van die sociale verantwoordelijkheid is het promoten van diversiteit en van inclusie. Niet alleen gender, maar alle elementen van diversiteit en inclusie. Ik heb ook eventjes nog de statement die we naar voren willen brengen van von der Leyen, van de Europese Unie, die toch meer en meer druk wil leggen ook om bedrijven te stimuleren om verder te streven naar diversiteit. Ook bijvoorbeeld in de boards, in de directiecomitees van bedrijven. En die ook duidelijk aanhaalt dat zeggen dat er onvoldoende talent zal zijn, dat absoluut niet het geval is. De paradox die we vaak terugzien, is dat aan de ene kant we allemaal ervan overtuigd zijn dat bedrijven met een goede mix van medewerkers dat die rendabeler zijn. En zo kan bijvoorbeeld worden aangetoond dat bedrijven met een diverser leiderschap die rapporteren 25% meer innovatieinkomen. Terwijl we langs de andere kant zien dat bijvoorbeeld op Europees niveau 7% van de topleiders eigenlijk vrouwen zijn. Dat als je kijkt naar de Belgische financiële sector, er 21% vrouwen in de boards of directors zijn, wat veel te weinig is. En maar kleine 29% vrouwen in het senior management. Dus we hebben hier nog wel een hele weg te gaan. Wat eigenaardig is, vermijd dat juist wordt aangetoond in alle mogelijke voorbeelden dat bedrijven veel rendabeler zijn als ze op alle niveaus van het management een goede mix hebben tussen mannen, vrouwen, mensen van verschillende leeftijd en van verschillende afkomst.
Ik wil proberen van een aantal voorbeelden te geven van acties die we binnen BNP Paribas Groep en binnen BNP Paribas Fortis de laatste jaren hebben gedaan. Onverdeeld in een drietal categorieën. Ten eerste meten en dan actie voeren. Ten tweede werken op de mindset en al onze medewerkers proberen te overtuigen van het belang van verandering. En ten derde toch ook wat je moet doen qua controle om te anticiperen op acties die je moet ondernemen. Persoonlijk vind ik Measure and Act een van de belangrijkste elementen uit onze strategie op het vlak van diversiteit en inclusie. Want je kan maar bepalen waar je naartoe wil gaan en hoe je er wil geraken als je weet waar je vandaag bent. Vandaar dat we een diversiteit en inclusie dashboard hebben gemaakt voor de hele bank, waar dat je een drill-down kan doen per departement en zelfs per team. En zo'n dashboard gaat aantonen waar dat de belangrijkste aandachtspunten liggen. Het zal vaak ook een soort van wake-up call zijn, want er zullen dingen naar voren komen die je misschien niet verwacht als leidinggevende. Het geeft ook de kans om dan ook een heel concreet actieplan te gaan maken op basis van de data die je gekregen hebt. Want het geeft heel veel informatie over het geheel van diversiteit. Inclusief het werkregime, inclusief de leeftijdscategorieën, inclusief de genderdiversiteit. Als voorbeeld heb ik het dashboard gegeven van eind 2020. Dat van eind 2021 is nog niet af. Niet om door de cijfers te gaan in detail, maar wel om aan te tonen wat zo'n dashboard inhoudt, wat het toont en hoe je ook kunt zien hoe dat jouw team scoort qua diversiteit op vlak van gender, op vlak van leeftijd of op andere factoren. Ik kom op een aantal van die elementen later nog eventjes terug. Natuurlijk, het is onvoldoende van je bewust te zijn van hoe je departement of je team eruit ziet en wat de aandachtspunten zijn. Awareness alleen is niet voldoende. Je moet nu kijken wat je eraan kan doen. Vandaar dat we per departement een soort van methodologie hebben ontwikkeld. Dat we eerst gaan kijken naar uw dashboard. We gaan dat met het team een kick-off gaan organiseren om te brainstormen over het dashboard. En om te kijken waar er eventueel acties mogelijk zijn en nodig zijn. Je gaat dan bepalen van wie dat er zich mee bezig gaat houden. Want als je bepaalde acties gaat ondernemen, is het belangrijk om te weten wie dat die acties gaat ondernemen. Er worden een aantal gedediceerde workshops georganiseerd en uiteindelijk komt er een actieplan uit voor. We proberen deze methodologie toe te passen per team. En we zijn gestart met het contactcenter en met het IT-departement. En zoals je dat straks in de presentatie hebt gezien van de Nationale Bank, zijn er weinig vrouwen die een IT-studie doen en hebben dus ook veel meer vrouwen nodig die ook een IT-carrière willen maken. Wat doet zo'n departement? Ze gaan natuurlijk eerst kijken naar hun dashboard, naar de data die beter analyseren. Gaan onderzoeken van, kijk, wat loopt er eventueel mis bij ons in het departement? Ga je de rootcauzes gaan zoeken? Je gaat kijken van, doen we iets verkeerd in de aanwervingen? Doen we iets verkeerd in het promotiebeleid? Moeten we andere talentpools gaan bekijken dan hetgeen dat we vandaag hebben? Is misschien de sfeer in ons departement niet goed? Moeten we kijken naar het aantrekken van aparte soort talent? En dan wordt er een subset gemaakt van een aantal maatregelen die kunnen worden genomen, om dan in de laatste stap de maatregelen te gaan opvolgen en kijken of ze effectief effect hebben. Belangrijk hier is denk ik dat we proberen van per departement zo'n actieplan te maken. Zodanig dat in alle lagen van onze onderneming niet alleen de bewustwording komt, maar ook heel duidelijk wordt bepaald wat we allemaal kunnen en moeten doen. Naast het concreet actieplan per departement proberen we ook een aantal acties te doen om de mindset op dat vlak te veranderen. Om aan te tonen ten eerste wat de huidige situatie is, waar we naartoe willen en wat de verschillende maatregelen zijn die we zouden willen nemen. Gewoon om een aantal voorbeelden te nemen. Elk jaar organiseren we een Diversity Week. Diversity, veel verdergaand dan puur gender diversity. Waar dat we, en ik geef het voorbeeld van de laatste Diversity Week, waar dat we een presentatie en workshops hebben gegeven over het samenwerken tussen generaties. Waarbij dat we
ook voor LGBTQIE quiz hebben gedaan, waar dat we gaan kijken zijn naar de HR-strategieën. Wat kunnen we daar veranderen? Wat kunnen we daar beter doen? Waar dat we kijken van hoe dat leiders, met een aantal voorbeelden van leiders van andere bedrijven, van andere sectoren, hoe dat zij inclusie en diversiteit aanpakken. Ook hoe dat we moeten omgaan met stereotypes en met de unconscious bias, zoals ook al een paar keer van tevoren is toegelicht. Een ander voorbeeld, dat is iets wat we doen als groep BNP Paribas, is Jamais sans elle. Jamais sans elle wil eigenlijk zeggen dat degenen die het charter hebben ondertekend, wat eigenlijk alle senior managers zijn van de groep BNP Paribas, we zullen nooit deelnemen aan een panel waar er geen vrouwen deelnemen. Nu, vandaag is dat geen probleem, vermits ik de enige man ben die deelneemt aan dit panel. Het laatste aspect is controleren en anticiperen. Omdat, kijk, als we BNP Paribas groep, die heeft als groep, zoals elk goed bedrijf, bepalen zij wat hun voornaamste risico's zijn, wat de grootste risico's zijn. En daar is wel duidelijk aangetoond dat als je kijkt als bedrijf, en je kunt dat ook transponeren naar andere sectoren, dat discriminatie een enorme impact kan hebben. Want, we moeten er ook heel eerlijk in zijn, als je op dat vlak niet goed werkt, dan zal dat automatisch, zowel in de pers als binnen je eigen bedrijf, een negatieve weerklank hebben. En gaat dat ervoor zorgen dat je mensen minder geconnecteerd zijn? En gaat dat ervoor zorgen dat je ook vanuit de buitenwereld slecht wordt bekeken? Het tweede voorbeeld daar is eigenlijk de controles die we doen. We gaan eigenlijk kijken zowel naar klachten van klanten, ook naar ons eigen recruteringsproces, om te kijken van, als we daar steekproeven doen, kunnen we er zeker van zijn dat we nergens fouten hebben gemaakt. Dat we nergens geen bijvoorbeeld medewerkers hebben gediscrimineerd. Mensen die gesolliciteerd hadden, die een job niet gekregen hadden, omdat ze een vrouw zijn, omdat ze parttime werken, omdat ze te oud zijn of omdat ze te jong zijn. Dus we willen echt goed gaan nakijken van, kunnen we in al onze processen ervoor zorgen dat het op een goede manier gebeurt? Kunnen we ook, dan kijken we naar klantenklachten, als er klachten zijn, zijn we zeker dat we geen mensen gediscrimineerd hebben. Dat we geen andere positie hebben aangenomen omdat het nu toevallig een vrouw, een allochtoon of een oudere was. Daar willen we heel duidelijk naar kijken. En in alle transparantie, bij al die steekproeven die we doen, komen we nog altijd voorbeelden tegen van zaken die eigenlijk niet kunnen. Dus we hebben nog altijd een belangrijke weg te gaan. Als we als bedrijf echt werk wil maken van diversiteit en inclusie, dan moet je dat op verschillende niveaus kunnen doen. Je moet altijd als topmanagement het voorbeeld geven. Als je dat niet doet, dan krijg je nooit de credibiliteit in heel je onderneming. Ik ben er ook heel eerlijk in. Binnen BNP Paribas Fortis hebben we daar nog een weg te gaan. Want alhoewel dat we 1/3 van onze leden van de board, dat het vrouwen zijn, zul je zien dat in het exco we maar met 2 vrouwen zijn op de 12, wat veel te laag is. Ten tweede, je wil eigenlijk dat al je people managers in heel je organisatie diezelfde boodschap uitdragen. Wat zeker wordt gestimuleerd door de actieplannen die ik daar juist heb getoond. Uiteraard moet het HR-departement een belangrijk ondersteunende rol hebben. En we hebben vandaag binnen het HR-departement een team dat zich 100% bezighoudt met diversiteit en met inclusie. En tenslotte hebben we ook al jaren gekozen om te werken met wat we noemen employee resource groups, zijn eigenlijk netwerken die werken op inclusie en op diversiteit. Die worden in leven gehouden door vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers die deel uitmaken van die netwerken, die events organiseren, die zorgen dat er sprekers zijn, die acties organiseren voor heel het bedrijf. Onder andere zijn het die netwerken die een heel belangrijke rol spelen in het organiseren van de Diversity Week. En binnen BNP Paribas Fortis hebben we verschillende netwerken, zowel naar gender toe als naar afkomst toe. 35 Beaufort is voor de jongeren, O2 is voor de 50-plussers. Je hebt eigenlijk een managementpopulatie. Er wordt gekeken naar mensen met een handicap
En er wordt gekeken ook naar de diversiteit op vlak van seksuele voorkeur. Het zijn allemaal elementen die we heel belangrijk vinden in onze politiek en waar eigenlijk er verschillende netwerken zijn die hier werk van maken. En zo hebben we ook onze objectieven bepaald voor het jaar dat komt. Het gaat niet alleen over gender. We willen zeker kijken hoe dat we gender kunnen stimuleren op de verschillende lagen van ons management. We willen kijken naar de opportuniteiten voor mensen met een handicap. Belangrijke stappen zetten op het vlak van origine en cultuur. Geen discriminatie doen op het vlak van leeftijd. Waarbij dat we toch ook heel duidelijk willen werken aan de tewerkstelling en de toekomstmogelijkheden van 50-plussers. En ook geen enkele discriminatie doen op het vlak van seksuele oriëntatie. Dat zijn onze objectieven van 2022. Nu, om aan te tonen dat we zeker niet perfect zijn, heb ik geprobeerd van een aantal cijfers bij elkaar te zoeken die kunnen tonen waar we vandaag staan. De groep BNP Paribas, en ik ga hier niet volledig in detail gaan doorgaan, maar de groep BNP Paribas heeft al jaren een aantal quota ingevoegd waar ze naartoe willen gaan op vlak van diversiteit. En zo zie je dat alhoewel vandaag, als je de verschillende cijfers neemt van het senior management van de groep BNP Paribas, zowel onder wat dat staat LFC Leadership for Change als de senior management populatie, dan draait dat rond de 31%. Het objectief tegen 2025 is 40%. En een belangrijk element om daar te geraken, is eigenlijk dat je zorgt dat in degenen die eigenlijk klaarstaan om senior management te worden, klaarstaan om door te groeien, je toptalenten, advanced talenten en emerging talents, dat je daar hoger scoort dan die 30%, omdat je uiteindelijk je cijfer naar boven wilt krijgen. We zijn ook heel trots dat we vandaag op 50% zitten qua emerging talent en op bijna 40% zitten voor toptalenten die vrouwen zijn. En daar komen we al van een veel lager cijfer de voorbije jaren. Als je kijkt naar BNP Paribas Fortis, het is al een paar keren verteld geweest, zowel door de Nationale Bank als door Claire van Febelfin, is het ongeveer op 50% vrouwen. Bij ons is dat niet anders. We zaten in 21 op 52,4% vrouwen als je spreekt over het aantal medewerkers. Als je dat dan vertaalt in voltijds equivalenten, kom je op een kleine 31%. Wat op zich al aantoont dat er veel meer vrouwen deeltijds werken dan mannen, maar daar kom ik later nog eventjes op terug. Een van de uitdagingen waar we voor staan, is dat zoveel te hoger je geraakt in de onderneming, zoveel te lager het percentage vrouwen is. En ik kom hier terug op hetgeen al een paar keer is aangehaald, de glass ceilings die er nog altijd bestaan. Voornamelijk tussen wat wij noemen H14 en H15, wat eigenlijk zeggen als je van het management van een klein team naar een groter team overgaat, dan zie je toch dat er een aantal vrouwen afhaken. Of dat we hen onvoldoende kansen geven. Als je dan verder gaat groeien naar H17 is het nog 40%. En dan wat we dan de managementpopulatie noemen, H18 en plus, is het nog maar 30%. Het is belangrijk dat we op die verschillende aksen gaan werken. Want hetgeen ik voor mijn huidige functie als CEO gedaan heb, was verantwoordelijk voor operations. En daar zaten we op 50% op elk niveau. En dat is wel belangrijk, want als je voldoende senior managers wilt krijgen, dan moet je ervoor zorgen dat in het niveau daaronder er ook voldoende vrouwen zijn. Het niveau daaronder er ook voldoende vrouwen zijn. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat er altijd zowel mannen als vrouwen klaarstaan om te groeien en om bijkomende verantwoordelijkheden op te nemen. Daarom is voor ons nog de grote uitdaging. Als je kijkt naar het senior management, dat is ongeveer de kleine top 200 van de bank, dan zien we wel dat er daar een belangrijke evolutie is. In 2019 nog een kleine 22%, we zitten nu al in 2021 boven de 32%, dat is een belangrijke evolutie. En zoals ik er straks heb gezegd, wil de groep evolueren tegen 2025 naar 40%. Wat dus wil zeggen dat voor al onze senior managers 4 op de 10 vrouw moeten zijn en 6 op de 10 man kunnen zijn. Dit is een heel belangrijke uitdaging en je kunt het alleen maar doen als je daar ook heel bewust acties voor voert. En als je inderdaad, zoals ik er juist zei, op de verschillende niveaus van management er belang aan hecht en voldoende aandacht aan besteedt, dat er voldoende vrouwen worden benoemd. Mijn laatste slide. Er is straks ook een aantal keren gesproken over deeltijdswerken, over vrouwen die meer doen voor hun gezin dan mannen.
Dit wordt ook heel duidelijk bewezen, denk ik. Als je ziet dat bij ons 38% van de vrouwen deeltijds werkt, ten overstaan van maar 11% van de mannen. Je kunt dat heel positief bekijken en zeggen dat het aantal mannen dat deeltijds werkt met 2% gestegen is. Maar uiteindelijk is er een heel groot verschil. Ik kan zowel zeggen dat ik de mannen uitnodig om ook veel meer parttime te werken om voor hun gezin te zorgen. Maar eigenlijk mijn belangrijkste punt dat ik hiermee wil aantonen is eigenlijk dat het feit dat mensen parttime werken, mannen of vrouwen, dat het absoluut geen obstakel mag zijn om carrière te mogen maken. Je kunt perfect, als je 80% werkt, grote verantwoordelijkheden aan binnen het bedrijf. Moet je waarschijnlijk een beetje anders organiseren. Je moet je goed laten omringen. Maar de unconscious bias die we hebben, en die zeker een rol speelt als we vrouwen bevorderen naar senior functies, is dat iemand die geen 100% werkt, dat we die geen verantwoordelijke functies kunnen geven. Dit is iets waar we heel duidelijk van moeten afstappen. En je zult bij ons ook veel meer voorbeelden terugvinden van vrouwen op heel belangrijke functies die 70-80% werken. Dus laat ons daar ook verder aandacht aan besteden. Dit was mijn verhaal. Ik hoop hiermee te hebben kunnen aantonen dat we ook binnen BNP Paribas Fortis nog heel veel werk voor de boeg hebben, maar dat we wel de nodige acties hebben genomen, de nodige actieplannen hebben. En iedereen, ik nodig iedereen uit om die ook voor zijn of haar bedrijf te gaan toepassen, om ervoor te zorgen dat we op een gegeven moment een organisatie zullen hebben waarbij dat we een gelijke verdeling hebben op alle mogelijke niveaus van het management, van mannen en vrouwen en van andere groepen. Dank je. Inderdaad, bedankt Daniel voor uw inkijk en voor het delen ook van concrete voorbeelden uit uw bedrijf. Ik denk dat dit derde luik op een heel complementaire manier dit onderwerp heeft belicht. Ondertussen zijn er heel wat vragen binnengekomen. Die zijn divers. Ik ga proberen een beetje die te groeperen. En misschien kan ik aanvangen met Claire. Een eerste reeks vragen. Ik ga ze een beetje bundelen. Hè. Dus iemand zegt, ja, elke sector heeft zijn eigen specifieke situatie in verband met gender en diversiteit. Hoe verschilt die problematiek in de financiële sector ten opzichte van andere sectoren? Hebt u daar een zicht op? Is het probleem groter of kleiner? Daaraan gelinkt, als tweede luik van die vraag, vrouwen die studeren relatief meer in de gezondheidszorg of onderwijs, kunnen we in deze sectoren dan spreken van een kleinere genderkloof in vergelijking met de financiële sector? En tenslotte, als derde luik bij die vraag, Claire, zijn er al meetbare resultaten van de inspanningen die worden gedaan om dat imago van de sector voor vrouwen wat aantrekkelijker te maken? Oké. Ik zou eerst zeggen dat in feite de specificiteit van onze sector is dat de opportuniteit groter is. Waarom? De vrouwen zijn er al. De helft, meer dan de helft van onze talenten zijn sowieso vrouwen. En we zien dat er geen significant verschil is, nog in termen van leeftijd, nog in termen van diploma's. Dus ik bedoel, quote van Ursula von der Leyen, die zegt, ze zijn er. Je moet gewoon ze even soms een beetje meer zoeken, maar de talenten zijn er al binnen. Dus dat, denk ik, is een van de kenmerken van onze sector. Uiteraard, die sectoraanpak, dat werkt voor alle sectoren. Dus we zijn zelf bezig te bekijken met VBO hoe we ook voor andere sectoren die sectoraanpak kunnen aanmoedigen, want het maakt veel zin. Je hebt van healthcare gesproken. Uiteraard, je hebt daar heel veel vrouwen, maar als je echt naar de managementploeg bekijkt, zal je ook vaak zien dat opeens het weer toch vrij mannelijk is. Dus ik zou zeggen, wat ik onthoud van onze sector is de unieke opportuniteit. En ik zou zeggen, wat betreft mogelijke meetbare resultaten, het is misschien een beetje vroeg, zodat de imago intussen anders zou zijn. Het is een continue inspanning die we moeten doen.
We willen geen pinkwashing doen, dus het is de effectieve testimonials van vrouwen op alle niveaus die we blijven publiceren. En we moedigen ook aan verschillende financiële instellingen elk jaar om avondmeetings of avondteams session natuurlijk te organiseren met vrouwelijke studenten om hun vragen te beantwoorden rond carrière en zo. Dus dat is een beetje hoe ver dat we zijn. Ik denk dat binnen 2-3 jaar dat we terug moeten meten. Ja, dank u wel. Misschien een volgende vraag gericht. Ik denk meer voor Céline. Wanneer we kijken naar een van de bevindingen dat die had gepresenteerd, namelijk een vader heeft 5 procentpunt meer kans om aan het werk te zijn dan een vergelijkbare man zonder kind. Kunnen we stellen dat dat effect dat u meet een oorzakelijk effect is? Of is het mogelijk dat de relatie omgekeerd is? Hè? Dat bijvoorbeeld een positief effect voor mannen te maken heeft met het feit dat ze beslissen om vader te worden wanneer ze een baan hebben? Ja, inderdaad. Dus we controleren voor een groot aantal van kenmerken. Wat we hier evalueren is alleen de relatie tussen ouderschap en werkgelegenheid. Dus het is niet noodzakelijk een strikte causale relatie. Maar wil ik ervan wil uitgaan dat de beslissing om kinderen te krijgen niet alleen verband houdt met de arbeidsstatus. Dat kan, dat een stabiele job voor de man is een stimulans om deze beslissing te nemen. En dat is natuurlijk een deel van het effect dat we meteen. Maar dit gezegd zijnde, ik denk dat het interessant blijft vast te stellen dat we dit niet zien voor de vrouw. Dus de verantwoordelijkheid om een baan te hebben lijkt de verantwoordelijkheid van de man blijven. Dus de vaststelling over de genderkloof blijft gelden, denk ik. Ja. Oké, dankjewel, Céline. Misschien een reeks voorstellen die hier worden gedaan. Misschien kan ik die ook aan Daniel voorleggen. Dus een deel van de vraag gaat als volgt. Hè. Wat is uw persoonlijke ervaring rond kwaliteit van beslissingen wanneer er een betere gendermix is binnen een bedrijf? Hebt u daar concreet echt al resultaat van gezien? En een tweede luik zijn een aantal ideeën, mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld iemand suggereert, hè, wat denkt u daarvan? Kan een veralgemening van de 4 dagen werkweek bijvoorbeeld de gendergap op de werkvloer verkleinen? Iemand anders suggereert het gelijkschakelen van verlof bij de geboorte van een kind tussen mannen en vrouwen. Als we dat gaan gelijkschakelen, zou u dat een goed idee vinden? Bijvoorbeeld en nog een derde persoon zegt, ja, op het vlak van pensioenen. Ook daar is er eigenlijk een problematiek die doorloopt. Hè. Bij tijdelijk minder werken kan men toch verder aan pensioenopbouw blijven doen, zou dat een idee zijn. Het zijn verschillende mogelijke voorstellen. Zou u daar een visie rond kunnen geven? Ik wil misschien starten met de eerste vraag. Hè. Dat er betere beslissingen worden genomen in een team dat diverser is en dat diverser is samengesteld. En ik heb gelukkig het voorrecht gehad van quasi altijd in diverse teams te mogen werken, waar dat er altijd een goede vertegenwoordiging was van jongeren, van ouderen en van vrouwen en van mannen. En je moet dat toch wel... Ik toch dikwijls dat ik tot de vaststelling kwam van er komen hier argumenten naar voren waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben. Ja. Het is een beetje dat je... Je komt in een situatie te zitten waarbij dat je... Je komt in een situatie te zitten waarbij dat je gewoon andere inzichten krijgt. En het is door rekening te houden met andere inzichten. Het is ook door rekening te houden met bezwaren die je krijgt, waar je niet aan gedacht had, dat je uiteindelijk al die elementen kunt samennemen en eigenlijk een veel doordachtere beslissing kunt nemen. Waarbij dat je... Je kunt voorbeelden nemen als je telewerk bijvoorbeeld wil invoeren. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn ook aan het kijken welke regels we willen invoeren voor telewerk. Ik denk als je 10 mannen rond de tafel zet van boven de 50 en die gaan moeten een oordeel geven van hoe moet ik telewerk gaan implementeren, of je gaat een heel diverse groep van mensen daar laten over nadenken,
dat het resultaat totaal anders zal zijn. En natuurlijk, telewerken is dat zo een typisch, misschien een heel evident voorbeeld, maar ook als je moet bepalen hoe je je klanten gaat bedienen. Als je mensen hebt die de verschillende lagen van de bevolking, die de verschillende genders vertegenwoordigen, ga je veel breder gaan nadenken over hoe dat je bijvoorbeeld je klanten moet gaan bedienen, welke services dat je moet gaan leveren. Hoe doe je dat je bepaalde zaken naar voren moet brengen? Dus voor mij is dat een evidentie. De tweede vraag die er is, vind ik op zich soms een beetje moeilijker. In die zin, er zijn natuurlijk heel veel maatregelen die de overheid kan nemen om ervoor te zorgen dat genderdiversiteit wordt gepromoot. En waardoor dat je kan zorgen dat eigenlijk er evenveel kansen komen voor iedereen. Bijvoorbeeld gelijkschakeling van het verlof nadat je ouder wordt, is zeker een typisch voorbeeld dat je kunt doen. De 4-dagen-week veralgemenen vind ik persoonlijk een moeilijkere, omdat ik denk dat ook afhankelijk is van de sector waar je in werkt. Dat je er ook heel goed op moet kunnen organiseren. Dan ben ik eerder, ik geloof veel meer in het feit dat de mogelijkheid wordt opengesteld voor iedereen om als ze dat willen bijvoorbeeld 80% te gaan werken, zonder dat een impact hoeft te hebben op de carrière die je gaat maken. Zodat we ook, inderdaad zoals ik straks zei, mannen kunnen stimuleren om dat te gaan doen en dat het niet telkens moet terechtkomen bij de vrouwen. Maar ik denk dat elk bedrijf al zal zeggen dat alle maatregelen die er kunnen komen om die gelijkheid te bevorderen, zijn altijd meegenomen en gaan altijd hun steentje bijdragen om ons uiteindelijk doel, namelijk een volledige gelijkheid in alle lagen van een bedrijf, van die te kunnen realiseren. Ja, dankjewel Daniel. Ik werp een blik op de tijd. Ik denk dat ik misschien mijn laatste vraag nog kan richten aan Maud. De vraag gaat als volgt, hoe positioneert België zich ten opzichte van de landen die de sociale gelijkheid hoger in het vaandel dragen, bijvoorbeeld Zweden? Hoe staat het in Zweden precies met die gendergelijkheid? Het verschil in werkgelegenheidsgraad naar geslacht is in België bijna 2 keer zo groot als in Zweden. Er is dus een aanzienlijke verbeteringsmarge voor België. De Loorse land en Zweden in het bijzonder worden als referentieland beschouwd op het vlak van gendergelijkheid. Deze landen hebben al jaren een cultuur van gendergelijkheid aangemoedigd en ze hebben vooral concreet maatregelen genomen. Zo moet het ouderschapverlof in Zweden minstens gedeeld worden verdeeld onder de beide ouders. De bedoeling is de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van de kinderen te bevorderen. Net als de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Met het Zweedse model wordt echter nog geen gelijkheid bereikt, omdat ondanks de verplichting om het ouderschapverlof te verdelen, wordt dan vandaag grotendeels gebruikt door de moeders. Dus zelf in Zweden wordt de zorg voor de kinderen niet altijd al iets heel mannelijks beschouwd. Er is dus een fundamentele verandering nodig in de gezinsstructuur en zoals wij zeiden, sociale norm veranderen vraagt tijd. Ja, dankjewel. Ik excuseer mij bij ons publiek, want een aantal vragen heb ik niet kunnen voorleggen, maar ik vind het toch belangrijk om binnen de voorziene tijd af te ronden. Ik wil alle sprekers van vandaag bedanken voor hun boeiende inzichten, analyses en getuigenissen ook over deze materie. We hebben heel diverse vragen gekregen en we hebben daar ook concrete antwoorden op mogen ontvangen. Voor ons publiek, bedankt voor uw aandacht, voor uw aanwezigheid. We waren met een grote groep vandaag, een grote groep geïnteresseerden voor dit topic. Het volgende webinar dat ik u mag aankondigen is de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank van België. Dat is volgende week woensdag, 16 februari om 14 uur. En dan brengen wij virtueel verslag uit over de economische, financiële en monetaire ontwikkelingen van het bewogen jaar 2021. Inschrijven voor dit event kan via de website van de NBB. Beste publiek, bedankt voor uw aanwezigheid en we hopen u graag terug te zien bij een volgende keer. Bedankt.